Yo, Nintendo fans en fannerinnen, vrienden en vriendinnen, vandaag cash of wil je pinnen? Best lastig om leuke rijmwoorden te verzinnen. Kan jij goed rijmen? Maak deze rijm dan hieronder af in de comments. En doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan gaan wij verder met Super Mario 3D World, waar we de game 100% aan de halen zijn. We zijn in de sterrenwereld met Rosalina de Pina en dit is de grote groeigod. God? Grot. De groeigod. Nee. Hallo! Dit is een leuk leveltje. Dit is echt nice. Kijk, dit is super cool. Al die Goomba's zijn ineens huge geworden en zo. Holy moly, ik vind het leuk. Ik vind het een super leuk vormgegeven leveltje. Nu al. Ik ben er net 2 seconden in, maar ik vind hem nu al vet. Oké, eens even kijken waar we alle sterretjes mogen gaan halen. Waarom? Wat hebben jullie allemaal, jongen? Dudes. Maar man. Oh, daarboven is een ster. Ja. Ik zag hem. Oh, nee, het is een uppie. Oké, en hoe gaat dit kapot? Dit moet sowieso kapot. Oh, oké, dit gaat zo kapot. Lekker. Uppies. Maak ze kapot, Rosalientje de Pientje. Springen ze eventjes. Maak de bomen kapot. Maak dit allemaal kapot. Pak de stempel. Lekker bezig. Mol. Daar is een ster. Kan ik daar nu gelijk nog naartoe? Ik denk het wel. Pak de ster. Lekker gedaan, Rosalientje. Dit was een mooi runnetje. Goomba, bam. Mini Goomba, bam. Nog mini Goomba. Oké, nice. We gaan lekker. We zijn ook alweer halverwege. Oh, nu moeten we zwemmen. I don't wanna swim. I don't like to swim. Ga weg, jij bloep bloep. Weg, weg. Kan ik jullie anders gewoon zo kapot maken? Oh ja, dat kan gewoon. Hallo, bloep bloep. Doei, bloep bloep. Oké, hier moeten we denk ik eventjes oppassen dat we niet omhoog... Ja, daar moesten we dus voor oppassen dat dat niet gebeurde. En dan gebeurt het wel. Hè, lekker bezig, Rick. Heel nice. Oké, zwemmen, Rosalientje. Hier kunnen we naar boven. Ik denk dat we even boven moeten kijken, inderdaad. Ik heb zo'n gevoel dat hier misschien wel wat zit. Oh, wacht. Wacht, hier worden we weer huge. Oké, we worden weer huge. Ja, top. Top. Maak alles kapot wat je ziet, Rosalientje. Want je weet het niet. Je weet het niet. Misschien zit er ergens wel een sterretje verstopt. Lekker bezig. Ja, hier omhoog. Bouncen. Verder bouncen. Nog verder bouncen. En er... Ja. Ah. Bijna. Bijna. Oké, maar we kunnen nu gewoon zwemmen, toch? Ja, want ik heb dit kapot gemaakt. Ja. We kunnen gewoon zwemmen en dit sterretje pakken. Lekker. Oké, eerlijk is eerlijk. Ik vond dit wel een leuk stukje onder water. Oh, wacht even. Ik mis nog een ster. Die moet hier ergens zijn. Waar is die ster? Waar is die ster? Je moet sowieso een ster zijn. Hij is niet hier. Hij is nergens. Wacht even. Ik wil even terug naar mijn checkpoint. Ik zie hem. Er is hier licht hierboven. Er is hier licht boven. Zwem, Rosalina. Zwem, je kan hier naartoe, hè? Ja. You can indeed go to here. Oh, wacht even. Moet dit snel? Wat is dit? Oké, dit is ook weer een grote paddenstoel. Ik denk dat het handig is om die te pakken, inderdaad. Ja, go, rennen. Nice. Blijf rennen. Oh, shit. We moeten hier springen. We moeten meer springen. Ik heb hier nog eentje en dan deze. Ja, kijk, dit moesten we nog doen. Alright. Die zaten echt super dicht bij elkaar, die 2 green stars. Ik dacht echt dat ik met die ene green star, die tweede, zeg maar, dat ik daarmee wel goed zat. Oké, kan ik dat redden, denk je, als ik zo spring? En dan zou wel lekker zijn als ik hun niet nodig heb, zeg maar. Wacht. Kan dit ook misschien via de muur? Ja, dit moet wel lukken, denk ik. Dit moet wel lukken. Rip. Dit is ook niet zo moeilijk. Eigenlijk moet je gewoon A ingedrukt houden als je op hun hoofd springt. En dan kom je hoog genoeg. Ik snap ook niet waarom ik dat nooit doe. Maar in ieder geval... A ingedrukt houden en dan ga je knijterhoog en dan lukt dit je. En door naar ster 8. Munten in de mist. We gaan weer Boost bezoeken. Oh, of niet? Ik dacht het. Maar blijkbaar niet. Jeetje, maar dit is een zoekpuzzeltje, jongen. Hoe moet ik hier nou sterren en zo gaan vinden? Hier ligt alles verstopt, joh. Oké, top. Ja, die hebben we. Maar ja, waar liggen de sterren? Dat is de grote vraag. Achter dit deurtje misschien? Nee. Achter dit deurtje misschien? Nee. Hier misschien? Bij deze grafding? Nee, oké. Maar dat is een sterretje. Hop. Waar is die andere guy? Waar is die andere guy? Hier is die andere guy. Daar was die. Oké, hier is een pauwblokkie.
Gebeurt ook niet zo heel veel. Als ik hier ground pound, krijg ik een fire bloom. Dat is wel lekker. Hé, hey, Rosalina lijkt nu net de kerstvrouw, jongen. Toad, vriend, wat ben jij hier aan het doen? Oh, moet ik je bevrijden of zo? Oh, maar dan had ik zeker die ster nodig. En hoe gaan we dit doen? Oh, wacht, dit weet ik misschien wel. Als ik nou deze hier tegenaan gooi... Ja, nice. Hier ligt tijd. Ik moet ergens een deur pakken waarmee ik omhoog ga, denk ik. Misschien is het deze deur wel. Hier staat een vogeltje op. Dus dan denk ik altijd dat het een goede deur is als er een vogeltje op zit. En warempel! Het is nog waar ook. Is er een andere manier om die spoken te verjagen? Oh, hierboven is er nog eentje, joh. Oké, wat gebeurt er als ik dit pauwblok indruk? Ja, nice. Dan gaan we naar boven. Hebben we deze sleutel? Eens even kijken. Wat vinden we hier? Oh, oké. Ja. Een wolk. Ah, en daarboven bij die wolk zit inderdaad dan dit sleuteltje. En dan kunnen we nu door. Ja, we gaan sowieso wel iets missen. Weet je wat? Ik begin wel even opnieuw. En dan gaan we als eerst met deze ster proberen om die spookjes bij Toad te slopen. Want volgens mij was dat precies de bedoeling. Ja, en dan krijgen we denk ik wel iets van Toadje. Ja, zie je? Dan krijgen we de eerste ster. Oké, dan heb ik wel een sleutelmunt gepakt, zodat we hierin kunnen. Eens even kijken of we hier terug kunnen, of daar iets ligt. Nee, zo te zien ligt daar niks. Even goed opletten. Even deze pakken. Wat? Yes. Waar gaan we naartoe in deze giftige brei? Oké. En vooral, waar zijn de sterren? Dat vind ik vooral belangrijk. We zijn in ieder geval hier halverwege. Ik zie daarachter al een ster. En ik zie links en rechts twee van die vraagtekenblokken waar we denk ik in kunnen. Eentje van de twee zal al nep zijn. Alright. Dan moeten we even hier een tussenstopje maken, denk ik. Want dit is het hoogste punt en dit blijft boven water. Ja, moeten we nu gaan rennen. Oh, dit is niet zo heel handig voor mij. Lekker gedaan, Rick. Zou de rechter dan echt zijn? Ja, de rechter is echt. Oh, wat? Wat moeten we doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Moet ik ground pounden? Wat moet ik doen? Hé, hey, ik snap dit niet! Of was dit dan de neppe van de twee? Was dit de echte van de twee? Nee! Het was wel de echte! Ik denk dat ik het snap, jongens. Volgens mij moet je die sneeuwballen ground pounden zodat ze verdwijnen. Ik denk dat dat het is. Wacht even. Dit is één. Dit is twee. Nee, ik mis. Ik mis. Drie. En vier hopelijk nog. Ah, volgende poging. Ze moeten gewoon allemaal in één keer raak, voor mijn gevoel. Goed kijken waar de schaduw van Rosalina is. Ja, dit gaat goed. Nee! Nee! Huh? Is dit niet de bedoeling? Oké, wacht. De ster blijft erop. Ik kan er natuurlijk ook iets tegenaan gooien. Ja, dat is het. Ik moet er een sneeuwbal tegenaan gooien. Potverdorie, hoor. Je wordt gewoon blazend hier. Let's go, Rosalina! Oh, dit moet snel, denk ik, of zo. Of ik moet even hierop wachten. Of kan ik wel gewoon blijven staan? Misschien kan ik gewoon blijven staan, maar kan ik het gewoon niet zien waar ik sta? Ja, volgens mij kan dat inderdaad. Volgens mij kan je gewoon blijven staan. Alhoewel, ik twijfel wel een beetje nu. Zal ik het proberen? Ja, zie je, je kan gewoon blijven staan. Ga weg met die stomme speed dingen, jongen. Oké, kan ik over deze speed dingen heen springen? Ja, ik wil geen speed dingen. Gewoon lekker zo en dan lekker zo schuin. En dan hier lekker even wachten. Ik wil die speed dingen gewoon even negeren. Kijk, hoppakee. Stempeltje in de pocket. En door naar het laatste stukje, denk ik. Als hier geen ster zit. Nee, dat denk ik niet. Ja, die moet dan hier nog ergens zijn, die ster. Oh, wacht even. Hier gaan twee dingetjes omhoog. Ja. En dan... Is de ster dan hier ergens of zo? Nee? Waar hebben ze die laatste ster verstopt? Wacht! Ik zag die andere ster natuurlijk al in het vorige stuk. Oh nee, wacht, dan moet ik even doodgaan nu. Nou, weet je wat? Weet je wat? Ik haal het leveltje wel gewoon. Hoppakee, moeten we alleen nog even terug voor de derde ster. Stom dat ik die vergeten ben. Ik zeg altijd maar zo, hersenen zijn er niet om dingen te onthouden. Hersenen zijn er om dingen te verzinnen. En de green star, die zien we daar links achterin. Nu ga ik het wel onthouden, jongens. Even kijken, hoe gaan we die pakken? Daar moeten we weer iets tegenaan gooien. Dus ik ga even een sneeuwballetje pakken. En dan moet ik even langs deze boertje zien te lopen.
En dan... Hoppakee! Lekker! En dan zijn we zo te zien in het laatste level van deze sterrenwereld. En moeten we Bowser blokje kapot maken. Met 210 sterren heb je nodig. We hebben tot nu toe alle sterren. Dus wij, ik wil niet zeggen dat we baas zijn. Maar we zijn wel een baas. Jij bent ook een baas. Als je duimpje omhoog doet en abonneert. Dan ben je sowieso een baas. Want dit zijn de kosmische kanonnen. Oh nee. Oh nee. Dit gaat sowieso fout, jongens. Dit gaat sowieso helemaal fout. Dat durf ik nu al te zeggen. Weg jij! Wat is dit? Oh, oké. Nu kan ik ook gaan schieten. Met dit ding op mijn hoofd. Nice. Lekker. Oké, cool. Cool. Nu kan ik in ieder geval wel wat terug doen ook. Oké, wat is dit? Wacht even. Rustig. Oh, dit zijn muntjes. Oké, ik hoef geen muntjes. I don't need no muntjes. Ik wil wel een... Ik heb wel de stamp nodig. Wacht even, jongens. Wacht nou even. Ja, nou, oké. Kan ik daar naartoe springen anders? Bijna. Ik zei toch dat dit helemaal fout ging. Let's go. Schiet hem. Hotseflat. Ja, dit wordt echt nog moeilijk. Ik moet straks dus precies in het midden gaan staan. In het midden van dit blok, zodat hij stilstaat, denk ik. Dat gaat niet eens, joh. Dat gaat niet eens. Ik moet gewoon hopen dat ik goed schiet. Oh, ik heb hem. Ik heb hem. Lekker. We hebben hem. Nice. Oké, nu al deze gasten kapot maken. Lekker. Waarom zitten jullie allemaal bij mij op het ding? Ga eens weg. Ga terug naar waar je vandaan kwam. Opzouten. Bam. Lekker. Val maar lekker in de afgrond. Oké. Spiny's daar. Die moeten we ook kapot kunnen maken. Lekker. Deze... Ja, nice. Alles kan kapot. Dit kan ook kapot. Wat zit hierachter? Geen ster. Ik dacht dat er sowieso een ster achter zou zitten. Hotseflats. En wat zit hierachter? Oh, een Spiny. Laat me met rust. Piem op je bakkes, vriend. Lekker, oké. Nu moeten we hier naar boven. Moeten we via die bommen? Ik denk het wel. Volgens mij moeten... Holy moly. We moeten via die bommen omhoog. Oké, kan dit weg? Kan dit van mijn hoofd af? Ik vind het irritant. Ik ga bommen kapot schieten. Misschien moet ik even mezelf laten raken. Oké, top. En dan via die bommen. Ja, dag, hoe moeilijk is dit? Oké, ik was bijna op de twee. Op de tweede. Oké, let's go, Rosalina. Ja, nice. Oeh, oké. Ja, jump. Oeh, bijna. Go. Oh, ik hoef geen eens te sturen. Je hoeft geen eens te sturen, jongens. Dat gaat allemaal eigenlijk vanzelf. Wacht even. Kijk, gewoon zo. Zo en zo. Je kan gewoon lekker die knop laten waar die is. Oh, we hebben toch blijkbaar wel iets nodig dat we dit kapot kunnen maken. Oké, komt goed. Wacht even. Ik ben nu te klein volgens mij. Of de timing moet precies goed zijn. Ja, lekker. Nice. Oh. Weer geen ster? Alleen maar muntjes? Nee, joh. Zit hier dan nog een gat of zo? Zit hier dan een ster in? Ja, hier zit dan wel de eerste ster in. Lekker. Oké, we kunnen door. Oh my goody. Oké. Nu moeten we dus gaan zwemmen. Ja, lekker dit. Kunnen deze ook kapot? Of die dingen? Die kanonnen kunnen niet kapot. Oké. Zwemmen. Niet twijfelen, Rick. Gewoon doorgaan. Pauwblokje pakken hier. Lekker. Cool. Oh, daaronder. We moeten hier naar onder. Sowieso. Ze moeten hier naar onder. Hier zit iets. Ja, lekker. Go. Ja, sterretje. Lekker. Nou, hopen dat hierboven niks zit. Of we moeten gewoon even tempo maken en dan toch nog even hier doorheen gaan. De tijd is bijna op. Ah, en daarin lag tijd. Zal je zien, hè? Dat we net strakjes 2 seconden tekort komen. Oké, let's go. Zijn we nu pas halverwege? Heerlijk. Oké. Nou, dan gaan we gewoon lekker door. Ik denk dat... Wacht even hoor, wat zit daar? Daar zit iets. Ja, die moeten we sowieso pakken, denk ik. We moeten dit blok gaan schieten. Dit gaat zo niet goed. Ja, we hebben hem. Oké, cool. Nu kunnen we door. Dan moeten we denk ik deze gaan schieten. Ja. Dan kan ik in ieder geval hier straks deze ster gaan pakken. En dan... Ik was net te laat. Ik wilde nog teruglopen, maar ik was net te laat. Ik ben al oud, hè. Mijn reflexen zijn ook niet meer wat het geweest is, jongens. Bijna jarig, jongens. 19 april. Dan ben ik alweer jarig. Dat wordt gewoon mijn tweede corona-verjaardag, jongens. Hoe gek is dat?
tweede jaar alweer. Nou, nu hoef ik niet dat blok te schieten. Nu kan ik gewoon lekker door zo. Eens even kijken wat hier allemaal gaande is. Ik moet denk ik wel dit blok gaan schieten. Ja, dat moet sowieso. Dan moet ik waarschijnlijk ook nog het volgende blok gaan schieten. Oh, wacht even. Dan moet ik schuin schieten. Dat wordt ook een ding, hoor. Nee, nee, weg. Weg. Ze liggen weer lekker precies op mijn platformpie. Is die raak? Hij is niet raak. Ik dacht echt dat die raak zou zijn. Kijk, eigenlijk moet je hier gewoon even een beetje vooruit schieten. Zodat die gasten in ieder geval niet op je platform terechtkomen. En dan hopen dat je hier raak schiet. Ah! Kijk, we hebben nu in ieder geval geen last van die dry bones vliegende dingen. Ja, nu was die raak. Lekker. Oké, hebben we nog zo'n challenge? Of zou dit het geweest zijn? Dan moeten we alleen nog denk ik even goed springen straks. Nee, moeten we nou echt via die... Oké. Dit kunnen wij, dit kunnen wij, dit kunnen wij, dit kunnen wij. Dit kunnen wij. Het is een kwestie van timen. Op het moment dat de vlammetjes komen, dan moeten we springen. Nou, eigenlijk... Ja. Ik sprong nu net iets te vroeg. Misschien moet ik me gewoon laten raken. Misschien is dat het beste. Dan kan ik gewoon met Rosalina kan ik er gewoon lekker invliegen. Ja! Lekker, Rosalina! En dan hebben we de sterrenwereld uitgespeeld, jongens. Ook weer 100% gedaan. Lekker! Maar er gaat sowieso nog meer komen, want we missen gewoon nog steeds stempels. En we kunnen nu naar een nieuwe bonuswereld reizen. Nou, lekker! Dan kunnen we denk ik deze gaan pakken. Another space shuttle. To another dimension. Ja hoor, en hier hebben we weer allemaal nieuwe leveltjes. Lekker hoor. Jongens, als je ook deze volgende wereld wil zien, doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren en zet even lekker dat belletje aan. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickertune. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!